Voor de 20e keer werd dinsdag het afval langs de Harlinger kust en haven geïnventariseerd door leerlingen van de RSG Simon Vestdijk. De inventarisatie is een onderdeel van het project Coastwatch van de Stichting Noordzee, die langs de hele Nederlandse kust het afval registreert om zo aandacht te vragen voor de vervuiling van zee en stranden. Coastwatch wordt in 21 Europese landen gehouden. Niet te snel, want zij moet natuurlijk eerst ook even zoeken waar alles staat. Dus ze moeten om beurten gaan roepen wat er ligt, want anders kan zij het niet bijhouden. Ja? Dus we mogen nu hier beginnen en kunnen die kant naar de dijk lopen. Ja. Na 20 jaar inventariseren bent u een deskundige, denk ik ongeveer. Ja, je hebt het natuurlijk niet alle 20 gedaan, hè? Nee, maar de natuur is natuurlijk altijd anders. Hè? Ja. Elke keer vinden we hier wat anders. Dat is natuurlijk afhankelijk van het weer, wat er geweest is. Het is afhankelijk wanneer Rijkswaterstaat natuurlijk heeft opgeruimd. Want wij doen alleen maar inventarisatie. En Rijkswaterstaat ruimt het ook regelmatig op. Dus het hangt er ook een beetje vanaf hoe lang het geleden is dat zij hier opgeschoond hebben. En het hangt natuurlijk ook zeer sterk van het weer af. Als het heel hard gewaaid heeft, ligt er natuurlijk veel meer dan wanneer het tijden stil weer is geweest. Ja, zijn de conclusies getrokken over de vooruitgang of de achteruitgang? Ja, er is zeker vooruitgang. Er is, kijk, alle gegevens sturen wij naar Stichting Noordzee. Ook alle andere scholen die meedoen langs de Noordzeekust tot en met Noorwegen, Zweden, doen allemaal mee. Zij sturen al hun gegevens naar Stichting Noordzee. En het is toch gebleken dat er minder afval gevonden is de laatste jaren, omdat er natuurlijk de schepen gewoon ook het vuil niet meer overboord mogen gooien, maar alles aan boord moeten houden. En dat hebben ze toch gemerkt in een aantal hoeveelheden afval wat de laatste jaren hier gevonden is. Misschien is het binnenkort niet meer nodig. Nou, ik denk dat het altijd nodig blijft, want ik denk dat het altijd nodig is dat mensen gecontroleerd worden. Dat is helaas in ons land zo en in andere landen denk ik net zo. Het is nog ingewikkeld ook, geloof ik. Hè? Ja. Wat moeten jullie nou precies doen? Nou, turven. Turven? Wat er op het strand ligt, moeten jullie turven? Ja. En er lag al wat, de dames? Ja, hier ligt een flesje. Wat spannend. Ja. Waarom doen jullie dit? Nou, het is een opdracht voor school. Voor dat het milieu schoner wordt en zo. En dat doen heel veel landen, doen daar mee langs elke kust. En dan moeten we zo turven hoeveel afval er zo ligt. Dan ben je ook nog jarig. Dan moet je op je verjaardag hier in de kou gaan staan. Ja. Dat is de wereld wreed, hè? Ja, eigenlijk wel heel zielig. En nou wordt dit al 20 jaar gedaan. Wordt het vuiler? Heb je daar iets van gehoord op school? Nou, volgens mij wordt het steeds schoner. Want schepen mogen nu niet meer hun afval in de zee gooien. En ook met vissersboten, die moeten speciale tanken gooien. Dus het is eigenlijk goed nieuws vandaag. Ja.